En 24 studenten komen momenteel in aanmerking voor een studentenflat. 6 van deze 24 studenten hebben uit handen van vicepresident Ashwin Adin hun sleutel ontvangen. Dit gebeurde vanmorgen tijdens de officiële opening van de Student Housing Campus Village. De 6 studenten zijn afkomstig uit de districten Marowijne, Kamowijne, Brokopondo, Nikeri, Wanika en Paramaribo. Volgens onderwijsminister Lilian Verrier is de Student Housing Campus uniek voor Suriname en voor het Caribisch gebied. Het bedrijf LR Group heeft de campus gebouwd. Vicepresident Adin zegt dat dit gebouw aan de internationale voorwaarden voldoet. Hij gaat verder aan dat de president heeft aangegeven aan de prijs te zullen sleutelen. Uniek, omdat het aan onze jonge Surinamers, vooral die uit de verafgelegen gebieden, luxe faciliteiten biedt, waardoor ze zich volledig op hun studie kunnen concentreren. En in het voorgesprek dat we hebben gehad met de studenten, was hun enthousiasme van hun gezichten af te lezen. Ze konden eigenlijk niet wachten en een paar zijn dus al ingetrokken. En wat ook heel leuk was, er zijn ongeveer de helft die zijn eerstejaars. En die vergeleken eigenlijk de campus nog een beetje met een internaat. En we hebben ze steeds moeten zeggen, nee, dit is geen internaat. Je bent vrij in je keuzes, omdat dit de grote stap is naar jouw volwassen zijn in die samenleving. De president heeft nog één ding dat u wil meegeven. Hij heeft gezegd, prima, u heeft iets geweldigs neergezet. Hij is niet helemaal eens over de prijzen. Hij heeft gezegd, het moet nog drastisch omlaag. Dat heeft hij wel gezegd. En u kunt erop rekenen dat hij, u weet als de president zegt, gaan we heel creatief moeten zijn. We gaan het omlaag moeten trekken. Hij wenst een ieder succes. Hij kon er toevallig niet vandaag hierbij zijn. Maar je hebt de juiste mensen gestuurd, hard op de juiste plaats. En we weten dat onze studenten met wat wij hier vandaag hebben neergezet, iets heel goeds van zullen kunnen maken. Want onze Surinaamse studenten, onze nieuwe generatie, heeft heel veel potentie. Vicepresident Ashwin Adin, volgens Jair Pregers, vertegenwoordiger van de inwonende studenten, is deze groep heel dankbaar. Voor Akash Yetu, student uit Saramaka, heeft zo'n flat grote betekenis voor zijn verdere studie. Paul Pierpont, bestuurslid van de Student Housing Campus, zegt dat de eerste groep studenten toegelaten is als pilot. We staan hier vol enthousiasme om straks gebruik te gaan maken van de studentenflats. Wij zullen ervoor zorgen dat de gestelde hoeveelheid aan studenten op dit complex bereikt wordt. En we zullen ook ervoor zorgen om heel goed om te gaan met de omgeving waarin we zullen blijven de komende jaren en dat we het ook zullen onderhouden. En wij willen jullie, de regering, heel veel succes toewensen bij de bouw van de tweede fase. I quote, als de eerste fase de regering is gelukt, gaat het jullie zeker lukken bij de tweede fase. Ten eerste, het is meer tijd. Ik kan meer tijd aan mijn studie besteden. Want heen en weer rijden, dat nam echt veel tijd. En het was ook vermoeiend. Dus nu heb ik veel meer tijd om te studeren en kan beter presteren. Waar heb je een kamer? Ik heb een tweepersoonskamer genomen. Wat studeer je trouwens? Ik studeer geneeskunde aan de medische faculteit. Om te kijken hoe het ging. En dat wij ook konden testen als alles wat LR Group gemaakt, dat werkt. Dus dat is een van de dingen. Je komt kleine dingetjes tegen. Want het is een ruimte. Maar als ik u die ruimte aanbied, dan moet ik u ook zeggen dat u kussens loopt en een beddenlaken moet brengen en een deken, als voorbeeld. Dus dat is hem. Maar de registratie gaat dus lopen via wanneer de organisatie, dus dan gaat het via de organisatie lopen. Voor deze eerste groep is het dus via het ministerie, er is een online link en daar kan men zich registreren. Paul Pierpont, bestuurslid van de Student Housing Campus Village. En daarvoor zag u Akash Yetu en Jair Pregers, die beiden sleutels voor een flat hebben ontvangen. Ze spraken vanmorgen tijdens de officiële opening van de Student Housing Camping Village aan de Leisweg.